3, 2, 1. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black and White 2 Soul Link. Met ik heb een wapen. Gaming is B. Sander kan ook nooit eens normaling doen. Maar dat wist wel. Maar ik heb zo'n wapen gehad. Ik heb zo'n wapen. Hey, volgens mij heb je je ding is niet geshared trouwens. Wel? Oh nee, want ik was... Nee, ik heb je ding nog niet geshared, dat klopt. Jij bent nog niet aan het lopen. Loop, ik heb een wapen. Sander, ga eens lopen, jongen. Je doet me niks. Ja, nee, sorry. Maar ik had een wapen, gast. Ik had een wapen. Ja, fantastisch. Kan je mijn screen nu zien? Ja. Goed. Oh nee, nu druk ik op online, omdat ik terug wil gaan naar het Pokémon scan. Ik praat nu met jouw lievelings personage uit de anime. Zit Silent in deze game? What the frick? Ja, oh ja. Silent, jouw lievelings. Tuurlijk zit Silent in deze game. Dat is de eerste gym leader. Nee, dat is niet waar. Dat is oh nee, dat is Black 1 natuurlijk. Ja. Zie je? Voor de mensen thuis. Ik heb gezorgd dat mijn XP share niet meer kwijt is. Dan weten jullie dat. Weet je hoe? Met magische poeder. Ja. Ik ben paralyzing. Ik merk echt dat ik te veel met jou opneem, want we kennen elkaar humor inmiddels een beetje. Ja. Heel ziek. Weet je wat ook trouwens grappig is? Ik loop weer voor. Yo. Ja, dat is wel waar. Oh, je bedoelde Iris. Ja, Iris is ook een kutjoch. Ik bedoel... Leuk personage, top. Vooral in de anime. Oh, prachtig. Nee. Ze doet echt niks met haar leven. Oh, is ze gewoon Dragonite? Zelfs, ja, de rest van de anime characters die mijn ijsrijtje vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel kut. Oh ja, die Bonnie. Zelfs Bonnie is nog minder erg. Nee, dat is niet waar. Jawel. Wat een haat naar Bonnie. Nee. Ik neem het wel terug. Iris is wel erger dan Bonnie. Laat ik healen. Ik graag voor wil lopen, maar... niet gebruiken. Als je dat doet, hè? En je maakt hem dood. Ik maak jou dood. Ik heb een wapen. Sander, laat me nou eens uitpraten, joh. Ik neem Sentret vooraan, omdat als ik een wilde battle heb, hij heeft Runaway. Dus dan kan ik wegrennen. Altijd. Oh, dat is wel ziek. Hij is ook vooraan zodat ik hem kan switch trainen, zodat Sentret straks een Furret wordt. Kibum. Yo, Furret? Dat is wel ziek. Ken je die meme van Furret? Nee. De Furret meme? Nee, toen volgde je natuurlijk Dobbs en Finny's versus. Toen volgde je hun, denk ik nog niet, of wel? Ik ken hun helemaal niet. Ja, ik heb van Dobbs wel gehoord, maar... Oh, Finny! Maar dat is Original gewoon... 151 ja, okay. Ring. Ja, oké, okay, maar dat zijn niet. Yes. Hey, Finny nog wat is? Hey, ja, Finny en Dobbs. Ik dacht dat je Finny versus of zo zei. Ja, de versus van Finny en Dobbs, zei ik. Ja, heb ik niet gezien. Nee. Sunflowering! Sunflowering? Dat is mijn favoriet. Ik kan echt niet wachten tot de eerste Grass Fire type komt. Dat zou wel leuk zijn. Ik loop alleen maar rondjes. Spirigatito? Elk rondje is wel... ja, nee. Dan zouden ze echt de hele game formule breken. Yep. Ga ik met Zapdos voorop? Oh nee, ze zijn level 20 naar vermoeid. Zap 2. NPO Zap. ja. Die vind ik wel leuk. Ja, toch? Ja, dat vond ik ook wel stiekem. Yo, voor Relegator had ik nou maar wel die guy gedaan. NPO Zap voorop. Ja, in de Dationing. Maar ja, ik was weer zo'n meeting. Oh, ik ben echt maar één level hoger, hè? Ja, dat vond ik ook. Het viel me ook op met de wilde Pokémon al. Want die zijn gewoon bijna net zo hoog level als onze Ace. Ja. Hey, en Bellossom. Oh, zijn attack is nu natuurlijk gehalfd. Die Bellossom is een hoger level dan met Teoteo. Oeh, pas op. En... Wat is die switch in levels? What the fuck? Switch in levels? Ja, dat opeens de level zo hoog zijn van de tegenstanders. Oh, zo.
Terwijl je zou zeggen, we hebben alles met die ene Pokémon gedaan. Hoe kan het zijn dat we onderleveld zijn? Dat dacht ik ook. Hebben we ook Pokémon nog verloren? Ja, we hebben Caterpie. Ja, nee, maar ik bedoel die we best lang getraind en gevolgd mee gespeeld hebben, bedoel ik. Nee. Trouwens, eventjes... We hebben heel even die Joltik en Blissey gehad, maar... Oh, ja. Heel eventjes, waarom de fuck kan een Zapdos detect? Vind ik niet echt een logisch dingetje of zo. Zapdos kan alles. Nee, dat is Mew. Ja. Zou ik met Peck? Jawel, toch. Ja, niet zo heel veel van elkaar verwijderd in de Pokédex. Dat is waar. Jezus. Oh, dat kan zeker. Hoe groot is de kans dat je, dat je 4 keer op rij geparalyzed bent? Ik denk... 1 op... 2 tot 4. Wat 16, 1 op 16 is? Oké. Denk ik? Ik weet niet. Heb je 50% kans dat je geparalyzed wordt? Ik weet niet hoe dat werkt. Wumbo is level 18, kaboom. Ga ik wel de goede kant op? Want volgens mij loopt dit dus dood. Ja, nee, jij gaat de goede kant op. Want hij stapt straks weg en dan kan je daarin. Ah, ja, dat is handig dat jij dit al gedaan hebt. Nee, heb ik heb oprecht geen idee welke kant ik op moet. Ik moet tegen een poesje. Miauw. Oh nee, tegen een kat. Of tegen zo'n lion. Purloin. Snap je hem? Ik wel. Ik snap hem wel, maar het klopt alleen niet. Nee, dat is purloin en loin. Oin. Oin, oin. Oh nee, oin, dat is zo'n varken. Dus dat klopt ook niet. Wat klopt nog wel? Nee, vrij weinig. Jij doobie kloppen. Over Sander, ik kan jouw tactics trouwens gebruiken binnenkort. Hè? Ik ga namelijk een paar dagen naar Londen. Dan ga ik alleen maar Engels praten. Dan word je echt trots op mij. Ja, doen. Ja, ik ben namelijk van plan om een vlog op te gaan nemen. Yo, dat is wel ziek. Want ik ga in mijn eentje namelijk, dus... Vlogging is aanweziging. Oh! Oh ja, als ik mezelf kill. Nee Sander, dat gaat niet gebeuren. Laten we een keer gewoon Pokémon's levend houden. Zullen we dat eens proberen? Zal ik naar Eieron ingaan? Ja. Eieron, hoor mij nou. Het is gewoon Eieron. Maar hij is ook steel, hè? Volgens mij is water dan toch niet meer super effective, of wel? Ik weet nooit hoe dat werkt, dat haat ik echt. Oh god, nou, we gaan het nu zien. Bang. Dat is best super effective. Oh echt? Moet jij nog? Ik heb net geswitcht. En dan ga ik toch weer switchen naar Crobat of zo. Ja, naar Crobat zou ik dan switchen. Ja? Ja, weet je wat echt graag goed is? Overleeft hij het. Die Gorbis die heeft speed boost. Ja, dat weet ik. Ja. Oh ja, maar dit is echt kut. Ik heb een wapen. Pas op Gorbis. Ik zeg het niet meer zo vrolijk, want ik heb het gevoel alsof het niet gaat werken. Oh, nice. Nu heb jij ook speed boost. Confusion. Yeah. Fuck off, babe. Hoezo is Gorbis? Heb jij heal items? Een jongen. Heb je healing items? Gelukkig. 1 super potion. Ja, en een fresh water. En een Q-boot. Ja. Is fresh water? Volgens mij in deze game kun je trouwens... Volgens mij had ik met die guy die voorin staat... Die moet je tegen praten, want dan krijg je gratis fresh water volgens mij. Oh, Slimpy. Probeer eens. Ja, ik ga er nu naartoe. Bye, circle. Bye. Oké, eventjes uitrekenen. Hij doet 28 damage. Ik kan healen. Oh. Ja. Oh nee, want als hij Confusion doet... Dit was Water Pulse. Oh, wacht, met de Confusion Bank sowieso dood. Oh.
Maar stallen gaat ook niet lukken, want ik heb niet zoveel. Kan super zo, maar ik ben sowieso niet eerst. Ah. Nee, is je, ja, hij heeft al 3 of 4 speedboosts gehad, hè? Ja, hij heeft al 3 of 4 voordat ik kwam. Mm-hmm. Als het niet meer is. Kijk, als hij Water Pulse doet, zonder high roll, zonder crit, dan overleef ik het op 1 HP. Maar dat is dus zonder high roll. Maar als je hield, dan is het gewoon uitstel van executie. Dan kan je beter nu gewoon de gok wagen. Maar supersonic of een attacking move? Ja, supersonic is sowieso 20. Maar ik denk dat hij meer HP nog heeft dan 20. Wing attack. Supersonic is confusion, hè? Oh, nee, dan zou ik een aanval doen. Ja, oké. Okay. Ja, wing attack zou ik dan doen, dus step en ook de beste aanval die je hebt. Water Pulse. Water Pulse, oké. Okay. Geen crit. Geen high roll. Geen high of roll. Geen high roll. Ja, high roll. Kutzooi. Ja, of die vorige was een low roll. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Dat is mijn wish cash dan, hè? Ja. Yep. Ja, ik moet wel super potion, denk ik. Deze kan wel wat hits tanken, volgens mij. Hoezo heb ik zo moeite met een Gorbis? Confusion? Oh, okay. Ik ben Sentret en Zeptos in dood. Dat meen je. Ja, weet je hoe? Ik switchte naar Dragonite. Hij deed Pursuit. Dan gaan we verliezen. Dat denk ik ook. Want ik heb nog 4 HP. Ik mag nu niet meer Zep gebruiken. Nee, dat klopt. Ja, dus wacht, ik kan nu wel Thundershock. Kan je de battle meestal niet afmaken? Ik weet nooit hoe dat werkt. Nee. Tenminste. Dan moet Onze pair is nu dood. Ja. In principe. Dus vanaf nu mag ik Zapdos officieel niet meer gebruiken. Dat is hoe het volgens mij officieel werkt. Maar kan je in deze beurt niet healen nog, die andere Pokémon die je hebt? Nee, volgens mij mag het ook niet. Ja, maar als je switcht, kost het ook een beurt. En als hij doodgaat, dan switch je automatisch, ja. Kunnen wel heel streng zijn, maar... Dan wel Energy Root, moet ik dan maar doen. Ja, of ik moet al mijn Oranberries gebruiken. Nee, dan zou ik gewoon Energy Root doen. Dat is dan de straf die we hebben. Ja. Dat we het niet ook nog daarmee kunnen fucken. Ja, en dan nu switchen of hem dood laten gaan? Dood laten gaan. Doe een aanval die niks doet of zo. Kan dat? Detect, nee. Detect en dan gewoon wachten totdat ik een aantal keer achter elkaar. Want dat wordt heel lastig, ja. Hier, poch. Maar niet heus. Fucking hell. Het enige wat we daaraan voordeel aan hebben is dat hij een paar pp heeft geused. Ja, maar ook dat. Boeien. Hij maakt ons toch dood. Boeien. Escavalier. Metalclaw ga ik doen. Confusion? Oh, dat is wel gunstig. Metalclaw. Ik had het even moeten doen. Water Pulse, ja, dan zijn we dood. We gaan opnieuw beginnen! Yay! Ik heb een wapen! Ik heb het op mezelf gemaakt, maar ik heb een wapen! Ja, ik wil wel opnieuw beginnen. Ik weet niet of jij dat ook wil, maar... Ja, we gaan hier niet stoppen. Ik weet niet hoe lang de aflevering is. Pas 14 minuten. Oh, ja, nee, dat is echt wel niet... Yo, tot zo. Ja, ik denk gewoon yo, tot zo, ja. Yo. Ja, ja, dan niet yo tot de volgende aflevering. Nee, ik zou... Oké, dan knippen we en dan zien jullie ons tot terug na met een nieuwe de random. Doei. Welkom terug. We hebben een nieuwe rompie. Geen zink, oké. Wauw. Ik zat helemaal met mijn handjes klaar voor die zink, maar jij doet gewoon zonder. Jij durft dat. Oh, ik durf dat. Ik ben zo sinkless. We zijn bij een nieuwe rom. Ik hoop dat de rom ons goed gezind is. Nou, ik weet het niet.
We hebben wel vaak ongeluk bij deze. Yep. Roms. Vooral Black and White 2. Voor de mensen die het niet weten, wij hebben ook ooit een case lock proberen te doen. Ja. En al helemaal met case lock is het trouwens fucked. Maar wij hebben ooit een keer case lock proberen te doen. En we hebben echt 10 keer geprobeerd of zo. En elke keer lukt het niet. Ja, maar bij case lock raakt sowieso één persoon eigenlijk een Pokémon kwijt. Dan raakt één persoon niet een Pokémon kwijt. Dan zit je hier zo erg met die encounters. Ja. Dat dan raakt hij er wel 3 kwijt. Boom, heb je geen Pokémon meer. Precies. Want je hebt gewoon 3 gyms waarin je amper encounters krijgt. En hier is het gewoon, je moet geluk hebben dat je allebei je Pokémon kan vangen. Ja. Yo, jij gaat echt veel sneller volgens mij. Oh ja, voor de mensen die het willen weten. We gebruiken nu speedbutton totdat we Castalia City zijn en dan stoppen we daarmee. Want het begin, dat hebben jullie nu al gezien. Alleen ik vind het wel het leukst om dat wel gewoon te kunnen laten zien. Maar dan in kortere... Ja, in meer... Ja, als in de story stuff boeit jullie waarschijnlijk niet meer. Oh, shame in. I mean... Ik was op zich ook wel down voor Chinchou. Ik wou bijna Chimchar zeggen. Waarom ja, ik zit, zeggen? Ik zit dus te denken. Want ik weet niet, wat is de move pool van zo'n Pokémon? Ik heb hem bij Ores, maar dat is... Het is natuurlijk wel anders. En ik weet ook niet, daar heb ik hem later gevangen, zeg maar. Dus toen was hij level, nou wat zal het zijn, 15. En ik weet ook niet of hij toen al direct Magical Leaf had, trouwens. Oké. Okay. Maar anders had hij iets van Bullet... Nee, niet Bullet Seed. Ik weet het ook niet meer, wat hij daarvoor had. Oh ja, daarvoor had hij Absorb. Oeh, Crobat? Oeh, neem je Crobat? Hey, hebben we die trouwens niet gehad? Ja, die hadden we. Bedenk me net. Deze aflevering nog. Pidgey? Ah, oh, Crobat. Crobat en Shaman doen? Ja, doe maar. Fuck it. Ik hoop wel dat ik een attacking move heb. Omdat je ook helemaal die ROMs moet randomizen. Ik dacht eventjes, wacht. Mm-hmm. Wacht, was dat nou... Was dat nou deze aflevering nog? Precies. Maar ja, natuurlijk was dat deze aflevering nog. Hoe heb ik hem toen genoemd? Ja, dat weet ik nog wel. Wacht. Normaal noem ik ze altijd dit. Oh, Flyax natuurlijk. Ja, yeah, Flyax, ja. Yeah. Normaal noem ik mijn Zubat altijd Too Bad. Oh, dat is op zich ook wel een cute naam. Maar ik vind Flyax wel leuk omdat we hem dan zogenaamd mee hebben gebracht. Ja, precies. Ik snap hem. Jumpling. Flyax, that's a great name. Dat dacht ik dus. Growth, zie je? Ik heb volgens mij geen attacking aanval. Fuck. Nou, dat is niet erg. Dat is niet erg. Wanneer leer je dat dan? Niet, maar ik reset hem dan gewoon. Ga jij maar gewoon verder. Ik kan hem gewoon resetten. Nee, maar ik bedoel, op welk level? Zeg? Oh, je gaat nu gewoon een andere Pokémon kiezen. Ja, ik pak gewoon Chinchou. Ah, oké. Jij kan gewoon verder gaan. Dan ga jij zo de eerste encounter doen. Ik haal je wel in. Ja, jij had ook de eerste keer de starters laten zien, dus. Dit wordt... Yo, hij had een egg. Sand Ring. Oh nee, dat past niet. Oeh, ik heb wel een Pichu nu tegen me. Ja, maar je hebt nog geen Pokémon. Wat een cup moveset trouwens. De Nuzlocke is nog niet ingegaan. Ja, dat weet ik, maar wel een cup moveset. Dat klopt, ja. Ik had het toch voorspeld dat ik geen attacking move zou hebben. Ja, ik bedoelde eigenlijk nu meer van de Crobat. Ja, dat weet ik. Oh, oké. Okay. Jij hebt wel een redelijke moveset, toch, of niet? Leech Life en Astonish zijn alle twee. Is Leech Life in deze game nog geen. Die is later gebufft, hè? Leech Life. Echt? Leech Life is later echt een goede aanval. Ja, 20 en 30. Ja, dat is allebei niks. Maar goed, ik weet wel dat hij op level. Volgens mij 15 of 16 had ik hem en toen leerde hij Wing Attack. Dus op zich. Ik bedoel, stel hè, ik hoop niet dat het zo is, maar stel hè, we vangen geen Pokémon, dan hebben we hem best snel tot level 15. Dat klopt, ja.
Oh, Chucky, tuurlijk. Zo? Ik had ook wel mooi... Zo, hè, ja. Ja. Ja, zoals de Chuckle, zeg maar. In die ene game. Daar komt ook het eigen van, hè. Dat was toen zo'n lantern. Maar ik had hem ook wel leuk gevonden als je hem lichtpuntje had genoemd. Ja, maar dat doe ik niet. Nee, dat hoeft ook niet. Oh ja, de Mark had je ook gerandomized, toch? Zij, Dat klopt. Ik heb een andere randomizer gebruikt deze keer. Oh, dit gaat heel lang duren. Wacht, ik ga hem... zichzelf laten hitten. Sweetheart, ah, dat vind ik lief. Yo, 20 voor 100 coins. Dat is goedkoper dan een... dan een potion. Dat klopt, ja. Dat is wel ziek. Seeking zou ik haast durven zeggen. Ik krijg heel veel levels van deze shame in. Geen? Jawel, heel veel. Oh ja, dat dacht ik al. Moonstone, die moeten we ook eventueel onthouden als we een Clefairy of zo hebben. Of, en een Reaper Cloth? Ja. Pokeballings. Nice. Hoeveel heb ik nou van die Sweetheart? 5. Dome Fossil, maar ja. En Old Amber. Oh, als hij... Dit is echt jammer. Anders had ik gewoon 2 gratis Pokémon. Ja. Want volgens mij is het in 2 zo dat je pas na de... Yup, volgens mij ook. Ja. Ik laat het zo. Met 10 Pokéballs moeten we wel de eerste encounter kunnen doen. Oh, je hebt al Pokéballs gekocht? Ja, nee, ik heb geen Pokéballs gekocht. Ik heb er nu 10 gekregen. Sander, hoe kan het nou zijn dat ik je heb ingehaald? Nou, jouw speed-up is ook sneller. Oh ja, dat zou kunnen. Denk ik. Ja, zo te zien is mijn speed-up wel sneller, ja. Nou, jij mag de eerste encounter doen. Ik ga wel even Bianca kijken hoe zij een Purloin vangt. Ik denk dat dat haar niet lukt, man. Ja, in oudere games kan de catching tutorial critten. Ja, maar dat komt ook echt critten. Ja. Ik dacht, als je hem randomized, kan het ook zijn dat hij hem of killt, of like in echt geen damage doet en dan alsnog vangt. Je kan, als het goed is, in de normaal, of in oudere games, in de originele oudere games kunnen ze hem critten en dan killen. Ja. Dat is ook wel ziek. Oh, dat kan in Ruby, Sapphire en Emerald toch ook? Ja, volgens mij kan met die Ralts dan killen. Ja. En die Ralts kan ook shiny zijn. Dat lijkt me echt kut. Yep. Als die shiny Zeker omdat hij hem vangt en dat hij hem dan... Oeh, een Vileplume. Dat is niet verkeerd, Sander. Oké, alleen wel een Last Evolution Stage. Dus dat wordt wel... Het wordt spannend. Het wordt spannend om te vangen. Kut met vangen misschien. Oeh, een Porygon Z. Dat is wel ziek. Het zou wel echt een top pair zijn. Dit zou wel power kunnen zijn, ja. Zou ik hem aanvallen? Pokeball. 1. Nou, dan houdt het op 1. Die Porygon Z wordt erg lastig om te vangen, heb ik al gezien. Oh, ik heb hem! Zie! Nu heb ik de Vileplume nog, maar die is makkelijk. Zei die terwijl die nul. Yeah. Ik had niet moeten zeggen dat die makkelijk was. Je bent hartstikke moeilijk hoor, Vileplume. Dat weten we ook allemaal wel, stiekem. Zie? Zie? Dat vindt hij leuk. Dat vindt hij leuk. Hij is zo'n hard to get. Ik snap het wel. Ja. Hij zou ook niet door mij gevangen willen worden. Weet je hoe ik hem ga doen? Oh. Het is vooral grappig omdat... Het is wel een plan, maar het is niet per se een tulp of zo, man. Nee. Kijk hoe ik hem nu. Oh, die is leuk. Simon. Simon. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik een leukje. We hebben een pair, Sander. In route 1. Oh, ik ben trots op ons. Ja, en niet eens zo heel veel pokeballs volgens mij verneukt. Nou ja, die van mij komt beter. 3. Ik heb maar 3 pokeballs verbruikt. Ja. Hoeveel heb jij dan? Iets meer volgens mij. Ja. Misschien 1 meer of 2 meer. Kijk, nieuw Pokémon Center. Dan gaan we meteen Pokéballs kopen. En kijken wat er in het marktje is.
Oh ja, misschien had ik ook inderdaad wel door kunnen lopen nu je het zegt. Unlucky Egg! Ja, doen. Voor 200. Dat is niks. Dat is een genius. Als in voor wat het doet, is dat echt niks. Oh, als ik een Toketik... Oh, ik heb een Root Fossil. Oh. Ja, ik hoop zo erg dat ik fout zit, hè. Ja. Juist. Nou, ik ben tevreden met die Lucky Egg in ieder geval. Ik denk wel dat ik echt moet gaan trainen voor de eerste trainer, hoor. Ja? Want met Leech Life en Astonish... Ik had net een Skorupi van level 3. Oh, ja. En ik deed echt 1 HP of zo. Ja, dat is... Misschien met Astonish trouwens niet. Omdat hij ook Buk is. Wacht, is Ghost de perfecte voor Buk of andersom? Ik weet dat nooit. Sorry, zeg nog eens. Is Ghost super effective op Buk? Of is Buk super effective op Ghost? Allebei niet. De Ball Mushroom, heb ik die niet ook eerder gehad? Ja, volgens mij wel. Verder niet zoveel interessants bij jou. Choice. Choice packs, ja, die kunnen, maar die durf ik nooit aan in dit soort dingen. Omdat je dan gelokt zit in een move. Hey, dat. Oké, okay, let's go naar de eerste trainering. Trainering. Oh, see, a Magikarp. Ik moet wel bubbel doen, dat is wel jammer. Oh, deze Magikarp is moody. Lekker Magikarp, oké. Okay, Megatrain, oké, okay, ik heb wel. Oh, abilities, hebben we dat wel gecheckt? Nee, dat ga ik even doen. Honey Gather, May Gather, Honey from Somewhere. Krijg ik dan gewoon random honey? Ik denk het, ja. Als in een soort pick-up? For fans of Pokémon... Powers up the moves of the same type. Dat is ook ziek, weet je wat ik heb? Nee. Prevent Pokémon... Je kunt ook zelf lezen, trouwens. Dat is best wel een goeie. Ja. En Solid Rock reduces damage for... Wat? Dat is supergoed. Dat is heel chill. Nice. Eindelijk hebben we een keertje iets van dat je denkt, ja, hier kunnen we wat mee. Please, juist niet te vroeg, Milan. Nee. Ik durf dat niet te geloven. Ik blijf hier ook gewoon staan voor de rest van de aflevering. Ik wacht totdat jij de eerste trainer ook hebt verslagen. En dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Ik ga in ieder geval het platblok bestandje weer even aanpassen. Doe dat eens. Oh, mist die nu? Nee, what the fuck? Deze game. Nee, mist Flyhex nu bedoelde ik meer, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik snap waar je vandaan komt, maar leuk man. Oké, sorry hoor. Oh nee, doordat dit... Ja. Poor wat moet ik nou doen? Moet ik dit nou doorgaan of... Dit gaat lang duren. Ja, daarom, maar ja... Dit is de enige manier waarop ik iets van kan trainen. En de moves zijn ook zo trash. Ja. Dit is super effective en dit doet nog niet eens 1/8. Heb je al Supersonic gedaan? Want dan kan hij zichzelf ook hitten. Dan gaat het misschien sneller. Dat is wel een goeie. Oké, dat is chill. Oh, ik zit weer niet mee. Maar dit is niet pech als in we gaan dood. Oké. Kijk. Dat dan. Je tactics. Je tactics werkt wel. Kom op, pack of zo. Nee. Oeh, wel Tulip level 3. Kaboom. Ja, die had ik ook expres voorop gezet. Ik denk Fireplume tegen Fireplume. Moet ik nog een leveltje? Dat laat ik aan jou. Ik ga hier gewoon niet meer verder spelen. Ik blijf hier staan. Nee, ik ga wel door. Ik hoop het ook maar. Alleen als je het aandurft. Hoe hoog was die guy? Zijn level? Dat weet ik niet meer. Maar ik moest tegen een Magikarp, dus. Oh ja, level 4. Oké.
Oké, en Shinx, die kan je verslaan, Sander. Wat heeft Fireproof voor aanvallen? Oh, je kan Mega Drain doen. En Poison Power inderdaad. Dit is wel... Oh, dat was degene... Op een gegeven moment dacht ik ook van... Iets... Oh, niet nog een keer proberen, denk ik. Als je crit een beetje... Ja... Het waren al twee tackles, hè? Dus als ik nu Mega Drain doe... Ja. Kan dit nog? Wacht, nee, ja, deed als hij deed crit, ben je dood. Deed hij 4. Volgens mij deed hij 5, maar... Probeer maar. Nee, maar ik wil niet dood. Ik wil niet dat ze door mij straks een Pokémon doen. Ja, of ik moet gewoon Fly Hex. Ja, dat lijkt me wel, ja. Maar ik denk steeds dat hij heeft Trash Moveset. Nou, in theorie heeft hij dat natuurlijk ook, maar... Ik denk, ik confuse hem eventjes. Oké, gast, oké. Rustig. Nice. Woehoe. Wel lekker... Oh, viel mee. Nee, ik wel weinig gespeed. Maar het is ook een Shinx, dus tuurlijk. Ja. Volgende aflevering hebben we zo'n... zo'n guy? Of zo'n encounter guy? Ja, de volgende aflevering hebben we zo'n encounter guy. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Helaas zijn we gewaaid deze aflevering. Maar met de nieuwe rom komen we een heel eind. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos. Ik heb een wapen.